Oké, dit is een stuk klok, klok. De eerste 16 maanden spelen we crescendo. Tik het als een klok. En dan gaat zo. 1, 2, 3, 4. Wordt het 12 uur s'nachts en die spelen we als kwart triode om en om. Dus ta 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 ta, ta 1, 2, 3, 4. Voilà, derde maat van de eerste regel. Daar gaan we de voeten erbij voegen. En dat is voor mij een bass en een hi-hat. En voor Olaf twee hi-hats en een bass. En dan gaat ze. 1, 2, 3, 4. Ja, en dan spelen we 8 maten decrescendo en 8 maten crescendo. Top. Dan komen we op regel 2, dan gaat de maat zo met 3 kwarts. Wat? Ja. 3 kwart. Tof. Maar het klinkt hetzelfde. Partij 1 speelt daar nog de klok. 8 maten decrescendo. En speler 2 speelt juist 1 ritme. 8 maten decrescendo. En dat klinkt zo. Ik tel 2 keer 3 vooraf. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Oh, die doen we overnieuw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is de tempo natuurlijk. Slecht afgeteld. Ja, dank hem. 2 en 3 en... Ja, en na 8 maten wisselen en dan speelt speler 1 datzelfde ritme en speler 2, maar nu gaan we juist crescendo. 1, 2, 3... Maat met een fermaat erboven, dus dat is een crash plus bass en die mag je aanhouden zolang je wilt. Ah. Dus tel 2 keer 2 vooraf. 1, 2, 2, 2. In die tijd hebben wij tijd om de snaren erop te zetten. En spelen wij een ritme een beetje tegen elkaar in. En dat is weer een 4 kwart. En dat klinkt als 1 tenutte, 2 tenutte, 3 tenutte, 4 tenutte. Maar dan is het alarm, dan is het tijd voor de wekker, 6:30 s'morgens. Dat doet pijn. Daar spelen we een roffel op de kup van de bekken, 2 maten lang. En we slaan die af op een crash in maat 3. Ja, dus we beginnen bijvoorbeeld hier. 1, 2, 3, 4, 4. Je werd er afgeslagen, want je wordt gek van dat geluid. En dan gaat speler 2 soleren over de begeleiding van speler 1. Dus speler 1 speelt daar gewoon. Maar speler 2 gaat begeleiden in sextode, dus dat wordt in tempo. En dan ontaardt het, en dan wordt het één grote chaos, dat is eigenlijk het overdag gedeelte. Ik heb één vraagje. Ja. De snaren staan nu eigenlijk weer op dof, toch? Ja, oké. Die hadden we afgemoet. Ja. Maar waarom
moesten die eraf. Volgens mij... Maatalarm. Ja, maatalarm, ja. Dus tijdens de solo's moeten de snaren eraf. Ja. Excuus. Dan wordt het een soort chaotische overdag situatie waarin beide spelers dwars door elkaar heen soleren. En uiteindelijk mondt dat weer uit in de wekker die de boel afbouwt. Dus chaos is ongeveer... En zo sterven langzaam weer uit. En is de dag voorbij. En gaan we weer slapen. Dus we beginnen nu weer overnieuw. Nu beginnen we weer overnieuw. Oh, dat fase, dames en heren. Dank u. Ik dacht, klok, dit was maar.